en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag spelen we potje Team Damage op de map Fringe. En ik ga spelen met de stealthiest class ever die je kan gewoon maken. Althans, het kan met elk wapen eigenlijk wel waar je een silencer op kan zetten. Maar ik ga vandaag spelen met de Cuda submachine gun, met een silencer, extended mag en perk 1 ghost. Wat inhoudt is dat ik niet op de minimap te zien ben wanneer ik met mijn wapen aan het schieten ben. En ik niet op de minimap te zien ben wanneer de enemies een UAV hebben. Maar als de enemies een hater hebben die ik aan heb staan, dan ben ik wel te zien. Dus dan ben ik gewoon pittig gefakt. Dus we gaan gewoon proberen de enemies geen hater te laten halen natuurlijk. Dus laat alvast je blauwe duimpje omhoog achterhouden. Maar natuurlijk enorm. We gaan kijken of de enemies hier staan op te wachten. Ja, dat doen ze zeker. Wat zei ik nou? Ja, dat doen ze zeker. Hey Chesto, je begint lekker, ouwe. Maar het is echt serieus te fucking OP. Oké, hij wist dat ik daar aankwam omdat zijn teammate daar dood ging. Maar de enemies weten natuurlijk gewoon niet waar jij loopt. Tenzij ze een headset hebben. Maar of ze staan met z'n tweeën op te wachten. Maar voor de rest kan het best wel goed uitpakken natuurlijk. Rot op hoor. Maar dit is dan wel een map. Waar je best veel long range afstanden hebt. Het probleem is dat de damage van je wapen gaat er niet minder op worden. Alleen de range. Hoe de fuck wist hij dat ik daar aankwam? Oké, voor mij spannen ze hier zo achter. Nee, want mijn team is spannbaar. Maar ze spannen aan de andere kant van de map. Oké, rotation. Dan moeten we helemaal daarin. Leuk is gewoon dat als jij eenmaal, of als jij een UAV hebt en de enemies dan ook, de enemies gaan zich dan juist focussen op jouw teammates. Want dan denken ze, oh, daar loopt hij allemaal. Daar loopt hij de hele tijd. Mag ze heel even hierop, want ik weet dat ze hierin komen. Nou, rond mijn teammate wordt daar beschoten. Of toch niet? Oké, strange. Ben je wel terug in de full lobby? Oké, hij zat dus hier. Oké, ik heb mijn UAV binnen. Dan gooien we dan ook direct er gewoon in. Dan zie je dat ze hier links van spannen. Dus gaat er zo'n zin. Hey, hier komen! Ja, holy shit! Oké, counter is ook weer binnen. Kom maar hier, kom maar. Oh, tering teammate. Teammate dat ze allebei met z'n... En dan ga ik dood door een M8 silenced. Oké, hey, top, ik speel ook met een silencer, maar I don't care. Altijd als ik met dat wapen speel, dan krijg ik nooit een one burst kill. Moet ik altijd twee in iemand pompen. Maar het zal allemaal wel. Ja, nu heet hij me weer, hè. Tuw, wat heb jij? Een high caliber FMJ. Oké, hij heeft dus alles waardoor zijn silencer niet hem belemmerd qua damage. Hey, jammer, joh. Niet omdraaien, niet omdraaien. Oh, oké, laat me even jouw wapen pakken. Oké, nu hebben ze een UAV. Nu hebben ze een UAV, boy. Dat is chill, dat is chill. Ik hou eigenlijk dan best wel van silent spelen zo. Maar, ik heb dus zelf... Nee! Zelf heb ik dus Flak Jacket ingewisseld voor Ghost. Daar moet je dan wel eventjes op letten natuurlijk, dat als je een granaat naar je hoofd geflikkerd krijgt, dat je eventjes weg moet springen. En als je een HCF niet tegen krijgt, ben je wel gewoon fucked. Dat heb ik ook ervaring mee. En oh my god. Die gozer met die M8 is echt vervelend, ik zweer het je. Die dude is echt hinderlijk. Oké, ik heb hem, let's go. En dan zit hij daar ook met een M8 silence. Quick draw elo suppressed. Oké, blijkbaar is de M8 dus als je met een silence erop speelt heel, heel chill. Ik ga het gewoon proberen. Eet deze nagel. Nee, ik ga weer dood omdat ik die kutwapen op wil pakken, man. Shit, sorry. Ik ben ook verkouden aan het worden als fuck. Kom naar binnen.
vraag me nou af, als je een unsilenced wapen oppakt, of dan ook nog, of dan ook nog van de minimap. Ja, ik weet niet hoe dat zegt. Ben je dan nog op de minimap te zien als je een silenced wapen gebruikt? Zo, maar één daar is er dood. En dan ga ik weer... Ik pak niet meer die M8, want ik ga er alleen maar dood door. Echt, ze lopen met z'n allen in dat kuthokje daar zo. Serieus met z'n allen. Nou, dat ga jij niet challengen, want ik heb een SMG met een silencer, waardoor de range echt helemaal afkakt. Dus dat lijkt me niet echt een strak plan. Maar kijk, daar is de backreap modus voor. Er staat maar één keer voor, teammates. Dat vind ik een beetje jammer, dit. Nu kan ik niet meer genieten. The wind's inside. Stay on target. Oh my fucking god, ik heb hier zo'n geluk. Reload het wapen. Oké, we hebben de UAV. Ik heb Ghost. Beste combinatie ever. Why the fuck you lying? Waar zijn de enemies? Oh my god! Jongen. Oké, we hebben nog wel een 2KD. Maar we staan nog wel achter. Yeah! Kom op, teammates! Nee! Nee, als we dit verliezen... Nee! Wat de retards! En... Er gaat één iemand in mijn team positief samen met mij. Hey, lekker gedaan, jongens. Mocht je nou doen van deze video, laat even een blauw duimpje omhoog achter. Helemaal natuurlijk enorm. Ik ga deze week ook nog een keer met de M8 Silent spelen. Dat ga ik sowieso doen. Dus, bedankt voor het kijken in deze video. Ik hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus jongens, zoals ik altijd zeg,